Hey, Walibier hier. We zijn weer in Walibi. Het is 1 juni en we zijn deze maand nog niet geweest, dus het werd nodig tijd. We gaan snel naar binnen, want het is inmiddels 9:30. Kijken of we vast een ritje in de express kunnen pakken. We hebben net 3 ritjes kunnen doen in de express. Nu zijn we achter de kudde aangelopen en gaan we eventjes de Goliath doen. Het is nog vroeg, dus het is nu nog redelijk rustig. Maar aan de drukte te zien in de hal is het vandaag drukker dan vorige keer. Maar ja, vorige keer was het wel heel rustig natuurlijk. Allee, het was weer lekker als altijd. We gaan even een kijkje nemen bij hun tent. Kijken of dat al een beetje aan het opschieten is. Of daar al testritjes gemaakt worden misschien, zou leuk zijn. Even kijken of Blas het natte programma aan heeft staan. Want zoals je ziet, het is hartstikke zonnig vandaag. De baan ligt er mooi bij. Ik zie nog geen testritjes of zo gebeuren. Misschien later op de dag nog. Dan kunnen we nog wel even weer een blikje werpen. Wachtrijen beginnen mooi te worden. Dat lekker lang door naar achter, dus we kunnen genoeg mensen kwijt. Het is lastig te zien met de zon die niet op het treintje zelf schijnt. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het treintje in het station staat. Wat mij betreft kunnen ze op de knop drukken en gaat hij een rondje rijden. Alleen zijn ze verderop nog wel aan de baan bezig. Maar ja, misschien elk moment. Misschien niet vandaag, misschien morgen. Dit vind ik nou zo jammer, hè. Dan is het zo mooi weer. Hoop je op een nat programma van The Blast. Is hij dicht. Nou, misschien gaat hij straks nog open. En anders de volgende keer. Bij gebrek aan een nat programma van The Blast gaan we maar even een beetje spetteren en spateren in de Crazy River. Ook lekker even nat worden en afkoelen. En dan daarna even droog wapperen in de Cross Gravity waarschijnlijk. Nou, dat was even lekker nevelig nat. Oftewel, het water druipt van mijn gezicht af. Dat kan met dit weer. Dus dan gaan we nou even de Lost Gravity pakken om het water van ons af te wapperen. Nou, meestal pakken we de single ride, dus dat is ons nog niet opgevallen. Maar ze hebben hier nou bij Lost Gravity extra hekjes neergezet tegen het over de hekken heen klimmen. Voor als het rustig is. Nou ja, dan moeten we wat hoger klimmen of wat verder lopen. Of gewoon weer de single riders lijn pakken zometeen. We zijn weer lekker droog gefeund in Lost Gravity. Dan hebben we qua achtbanen alleen nog maar de Speed of Sound en El Condor afgestrepen. Dus we gaan nu eerst eventjes de Speed of Sound doen voordat we helemaal doodgaan in El Condor. Ja, het blijft gewoon een enorme rammelbak en ik heb geen zin om de hele dag last van mijn oren te hebben. Dus we gaan nu eerst Speed of Sound doen. Jammer om te zien, Spinning Vibes is helaas nog steeds dicht. Ik had gehoord dat die vorige maand nog gerepareerd zou worden, maar dat zal dan waarschijnlijk begin deze maand worden. We gaan het zien, want hij is toch altijd wel leuk om te doen. Nou, hier staat op zich maar een kleine rij. We hoeven denk ik maar 1 ritje te wachten. Ideaal natuurlijk. Nou, zo te horen doet de muziek het weer. Hopelijk bij ons ritje ook. Dan kunnen we lekker hard gaan en lekker meeswingen. Nou, helaas. Nog steeds niet alle treintjes hebben muziek aan boord. Waaronder die van ons dus niet. Gelukkig konden we het wel horen van het treintje voor ons. En galmde het lekker door in de tunnel. Maar ja,
miste toch tijdens de rest van het ritje, want het zat niet hard genoeg dat wij het in ons karretje goed konden horen. Ja, hopelijk is het snel gemaakt. Het is in ieder geval weer vooruitgang op helemaal geen muziek natuurlijk. Ja, dat was een mooie. Als ik mijn handen vrij had, zou ik klappen. Ja, je mag heel proberen te klappen hoor. Ja. Alleen soms even de telefoon. Ja, kijk. Werkt wel, ja. Wel. Wat fijn dat je een keertje wakker bent vandaag. Wat zeg je? Wat fijn dat je vandaag wakker bent. We zijn al een paar keer geweest dit jaar, maar ja, je was al een middagdutje aan het doen waarschijnlijk. Ja, maar weet je hoe oud ik ben? Ik gok een jaartje op 360. Zo versteend ben je. Ja, terecht ook. Neem het je ook niet kwalijk. Ja, ik slaap de hele nacht ook, maar af en toe moet ik tussendoor de blok even oversluiten. Ja, terecht. Met al die drukke kinderen hier, dan heb je dat wel nodig. Nou, jij haalt het woorden uit mijn mond. Ja, dat doe ik maar niet, want dan krijg ik natte handen. Zo? Nou ja, je bent een fontein. Als ik de woorden uit je mond ga halen, krijg ik natte handen. Ja, zeker waar. Maar goed, als ik die zeg, dan kun jij het ook zeggen, toch? Ja, dat kan zeker. Kom je hier vaker dan? Ja, tegenwoordig een abonnement. Ja, en hoe vaak ben je er dan? Dit is nou de vijfde keer dit jaar. De vijfde keer? Ja. En ik heb 4 keer geslapen. Ja. Oh, ik moet toch echt kijken wat ik daar eens op kan bedenken dan. Anders tag ik je volgende keer wel eventjes op Instagram vlak voordat ik hierheen kom. Oh, dat is een goed idee. Ja, dan weet ik dat en dan moet je even zeggen hoe laat je hier bent en dan zorg ik ervoor dat ik er ook ben. Ja, gaan we doen. Ja? Ja. Oh, helemaal goed. Waar ga je dan zo meteen naartoe dan? We zijn nog eventjes aan de Condo, want dat is de enige achtbaan waar we nog niet in zijn geweest vandaag. De rest hebben jullie allemaal gedaan? Ja, de rest hebben we allemaal al een keer gedaan. Oh, dat loopt lekker door. Ja, het is vrij rustig vandaag. Ja? Overal... Het is fijn dat je gewoon alles in één dag doen. Ja, inderdaad. Gewoon alles overal de 5 minuutjes wachten, hooguit. Heerlijk. Oh, lekker. En daar in het roze. Ja, ik zie jou ook staan. Hi. Ah, heb je ook alles al gedaan? Bijna. Bijna? Wat heb je allemaal al gedaan dan? Wat zeg je? Het is niet allemaal uit mijn hoofd. Kom eens even iets dichterbij, want dan kan je niet zo goed verstaan. Ja, dan was ik dat zeker. Dat, ik kan niks beloven. Wat heb je allemaal gedaan? Beschrijf het maar eens even. Als jullie namen niet weten, was dat ook goed oplossen, toch? Ik noem jou ook meisje in de grond zitten. Dus. Door het geschut ben je het kwijt. Ja. Nou, dan heb je vast ook in de Condo gezeten, of niet? Wat inmiddels tijd voor een ritje Condo. Hashtag stuk gaan. Auw, dat was weer een pijnlijk ritje. Dat is voor vandaag ook wel 1 ritje, was wel weer genoeg. We hebben hem weer kunnen afstrepen.
En daar houdt het mee op, want dit was gewoon echt geen fijn ritje. We moeten echt wat aan die wieltjes gaan doen, dat ze minder heen en weer rammelen. Er zit gewoon te veel speling op. Na een ritje stuk gaan is het inmiddels tijd voor nog een ritje in de Goliath. De rij begint inmiddels iets langer te worden, maar is nog steeds wel acceptabel. Zijn die nou 2 minuten of zo? Ik denk dat we over 2 treintjes of zo aan de beurt zijn. Kan nooit lang meer duren. Nou, we hebben net even mazzel gehad. Ik zat in de rij al te grappen. Zal je zien, zijn we zo meteen net aan de beurt. Zetten ze een 2e treintje in. Maar dat was niet het geval. Er werd een 3e treintje ingezet. Direct na ons ritje. Dus de mensen achter ons die moesten nog even wat langer wachten. En wij hadden de mazzel. Ja, het is ons ook al een paar keer overkomen. Staan we net vooraan bij het hekje om aan de beurt te zijn. En dan zetten ze er een 2e trein op of halen ze er een trein af. Waardoor we een stuk langer stonden te wachten. Maar nu is het gelukkig een keertje aan onze kant. Net heeft vanwege het goede weer een rondje gedaan in El Rio Grande. Maar ja, ik heb maar 2 spetters om me gekregen. Voor mij was dit het droogste ritje ooit voor mij in de El Rio Grande. Ja, zometeen maar gewoon even je boomstammetjes pakken, want dan word je tenminste echt nevelig nat van. Ja, dan is het inmiddels tijd voor een biertje. We hebben vandaag een Grols zomerbok. Want ja, het is zomers weer, dus dan moet dat. Zomaar in mijn glas meegenomen, want die plastic bekertjes hier, dat is helemaal niks. Proost. Nou, stevig biertje. Beetje fruity. Nou. Lekker. Niet zo donker als een normaal bokbiertje of zo, maar het is ook een zomerbokje, die moet een beetje fris zijn. Goed bier. Nou, net hierachter heeft hij een plonsje genomen, nog weer in de Crazy River om even af te koelen, want het is wel behoorlijk warm vandaag. Dan gaan we nog eventjes het laatste half uurtje volmaken in de Lost Gravity. Nou, onder modder van 3 keer in scheepsrecht hadden we nou een treintje die wel geluid had. Ook wel fijn. We hebben hem echt gemist. Het is toch echt wel een stuk lekkerder met geluid hoor. Nou, we hebben de dag eventjes afgesloten met nog een paar ritjes in de Speed of Sound. Altijd even lekker. En nu gaan we weer richting huis. Dus ik zou zeggen abonneer, like en tot de volgende vlog.